Hoe herinnert u zich Ruud Lubbers? Ja, de premier van mijn jeugd. Ik denk, voor zoveel mensen groeide wij natuurlijk op in de gedachte dat hij altijd premier zou blijven. Was het uiteindelijk 12,5 jaar. Hij heeft Nederland door die moeilijke jaren 80 geloodst, hè, waarin we in een hele diepe economische crisis zaten. Maar vervolgens ook Nederland internationale allure gegeven. In de jaren 90 was hij ook een man die ook internationaal, op het internationale toneel, Nederland een gezicht gaf. Een man van groot statuur. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Het is echt weer een tijdje geleden. Hij is nog wel een tijdje ziek. Ik wist niet dat het zo ernstig was dat hij al zo snel zou overlijden. Maar de berichten waren niet goed. Dus de laatste ontmoeting is echt al van ruim een jaar geleden. Een man die bijvoorbeeld in de formaties van 2006 en 2010 voor elk probleem 10 oplossingen had. Soms ook voor één oplossing weer 10 problemen had. Maar toch meestal voor een probleem 10 oplossingen had. Zeer creatief. Enorme energie. Hoog intelligent. Was hij ook een voorbeeld voor u? In heel veel opzichten wel. Waar het gaat om dat de minister-president ook internationaal een land gezicht moet geven. Absoluut. En dat je natuurlijk in een crisis ook het voortouw moet nemen. Ja, dat is echt iets wat hij, denk ik, zijn opvolgers heeft meegegeven. Hoe vindt u dat we moeten herinneren? Als een man die heel veel voor Nederland heeft gedaan. Ons land door een van de zwaarste crisis van na de oorlog heeft geleid. Als een man die internationaal ons land op de kaart heeft gezet. De Magger. Heeft u een persoonlijke band met hem? Wat betekent het voor u persoonlijk? Het betekent voor mij persoonlijk ook veel. Omdat zijn erfopvolger, zijn ambtsopvolger, niet erfopvolger uiteraard, maar zijn ambtsopvolger. Ik zit in het kantoor waar hij begon, hè, dat torentje, dat was helemaal niet het kantoor van de premier. Daar begon hij in 1982. Hij zei, er zit nog ergens een kantoortje hier op de hoek van het pand. Dus als je daar werkt, ik heb hem ooit een keer daar geïnterviewd voor het VVD-blaadje, ergens eind jaren 80 toen ik daar als vrijwilliger in de redactie zat, was de eerste keer in dat torentje. Ja, dat was zijn kantoor. Hè. Als je op tv wel eens zag gefilmd worden, was het ook in dat kantoor. Dus dat geeft vanuit de functie een band. Maar vanuit die formaties, maar ook de contacten later toen ik al premier was. En hij hielp bijvoorbeeld als het ging om de nucleaire sector in Nederland, waar hij veel voor heeft gedaan. Überhaupt de gesprekken die ik voer, één keer per jaar probeer te voeren met mijn voorgangers. Ik herinner mij de eerste keer dat ik ze allemaal tegelijkertijd voor een lunch ontving. Heel ingewikkeld, allemaal oud-premiers op één lunch. Ze laten elkaar niet uitpraten. Maar een man die natuurlijk in staat is om met heel veel gezag de problemen van vandaag te analyseren en kan putten uit een onmetelijke ervaring.